Welkom bij Als Vraagvuur en vandaag zijn we met Joris de Hoop van Verliefd op Ibiza. Hey. Zou je misschien wat kunnen vertellen over jezelf? Jazeker, ik ben Joris de Hoop, als je zegt. Ik ben 23 momenteel en ik speel in Verliefd op Ibiza en dit is officieel mijn stage. Ik studeer nog dit jaar af aan Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg richting musical theater. En dat denk ik. Ja, en wat speel je in Verliefd op Ibiza, wie eigenlijk? Julian, dat is een karakter dat in de film is dat een andere rol, dus die is een beetje gefabriceerd en die werkt in de club, in de Kashmir, waar de voorstelling over gaat. En die heeft eigenlijk altijd een beetje problemen met ware liefdes vinden en die weet ook nooit, die is vooral heel veel druk met het runnen van de tent. Nou, dan gaan we beginnen aan de show. Oké. Aan de show. Aan de show. Begin aan de show. Ja, zeker. Begint maar. Aan het vraagvuur. We hebben als eerst een dilemma. Je maakt het door van Verliefd op Ibiza af. Of je gaat naar het buitenland om een eenmalige show te spelen, maar dus wel internationale bekendheid hebt. Oeh. Lastig. Oh, ik kan nu niks anders zeggen dan dat ik een tour afmaak, maar of dat... Het kan niet samen natuurlijk. Misschien internationale Verliefd op Ibiza. Dat. Internationale Verliefd op Ibiza, call me. Wat vertel je normaal nooit aan iemand, zeg maar aan onbekenden, over jezelf? Dat ik nooit aan onbekenden over mezelf. Ik weet het niet. Wat stel ik? Ik weet het echt. Ik ben nou best wel een flap uit. Dus het flapt, ik denk dat ik zelf wat ik dan niet zou willen, ook wel weer dat ik het niet door heb eruit heb geflapt. Okay. Dat denk ik. Ik kom erop terug als ik het weet. Is goed. Wat is je lievelingsplek en wat is daar te vinden? Oh, het verschilt op heel veel momenten, maar een lievelingsplek naar en bijvoorbeeld hele drukke weken is een bank of een bed waar je dan gewoon even zonder, precies, ja, gewoon kan chillen en een film kan kijken of kan ontspannen. Maar ook een lievelingsplek is een park waar je als je heel druk bent even kan sporten, kan gaan hardlopen. Dus hij een combinatie, dus soms even iets actiefs doen buiten vind ik heel fijn, maar ook soms juist gewoon echt even in kokonnetje, ja, lekker binnen chillen. Welke opmerking die je van anderen hebt gehoord is je altijd bijgebleven? Over de show of in general? In general, denk ik. Of allebei, hem ook. Welke opmerking ook even? Nou, dat ik het leuk doe samen met mijn broer. Dat het geloofwaardig is en dat het goed gespeeld wordt. En dat we een hele mooie lijn die ik samen met Guido speel. Dat die heel mooi is in beeld gebracht. Daar heb ik ook niet heel lang op gerepeteerd. Dus ik denk dat toen dat in een recensie werd benoemd, dacht ik ja. Dat is wel iets waar ik heel blij mee ben. Ja, precies. Ja. Als je morgen wakker kon worden en opeens een extra eigenschap of vaardigheid had, ja, wat zou dat dan zijn? Ik denk een instrument bespelen of alle talen van de wereld spreken. Wel van twee. Ja, inderdaad. Als je moest kiezen. En welk instrument? Ja, precies. Daarom. Dat is ook weer zoiets. Nee, dan zou ik denk ik toch alle talen willen spreken. Want inderdaad, ja. Wat zijn de talenten / specialiteiten die je uniek maken? Mij? Ja. Ik kan dus zingen, dansen en acteren. In ieder geval, dat hoop ik dat ik dat kan. En het leuke vind ik, wat mij in die markt is, dat ik ze kan combineren. Ik hou heel erg van musical, maar ook gewoon van theater, ook van film, ook van presenteren. Dat zijn eigenlijk allemaal facetten in het entertainment wereldje. En ik denk dat je juist als je een opleiding hebt waarin je heel breed wordt opgeleid, kan je dus altijd van dingen terugpakken. En ik denk dat mijn kracht is. Ja, zo tof dat je alles kan combineren. Toch? Ja, dat hoop ik ook dat gaat mogen gebeuren in de toekomst. Nee, dan hebben we nog een dilemma. Ja? Voor altijd vast moeten zitten aan Guido Spek of aan Johnny Krijkamp? We zijn allebei pain in the asses. voor altijd vast zitten aan Guido Spek? Nee, ik ga heel erg... Ik lach me echt suf om Johnny. Dus dan wil ik altijd vast zitten aan Johnny. Hij noemt mij overigens een langpootmug. Altijd. Ja, Donnes, dat moet je echt aan hem vragen. Ik weet niet waarom, maar dat is een nieuwe bijnaam geworden bij meneer Krijkamp. Nou, als je 5 items mocht bezitten, dus van heel de wereld, wat zou je dan willen? Als in... Een stoel is een item. Ja. Een heel mooi huis in Amsterdam. Een groot dakterras, alles. Dat is altijd fijn, dat is niet te betalen namelijk. Een auto. Vijf items, zo is best veel. Wat wil ik nog meer? Een boot lijkt me ook tof, want ik hou heel erg van als je lekker kan varen en zo in mooi weer. Zeker Amsterdam. Boot, nou, boot, huis, auto, jezus, alleen maar vervoersmiddelen. Dan wil ik ook iets waardevols en dat is... Uh,
Kun je een vakantie... vakantie is geen item of wel, hè? Je zou wel een ticket naar... Ja, inderdaad. Een vliegticket naar een ver land dan. En een goede backpack die gevuld is voor dit vliegticket. Dat ik een toffe reis kan maken. Dat is een hele slimme. Wat is de beste versiertruc die je kent? Of pick-up lines? Die ik ken. Ik ken namelijk alleen maar die oppervlakkige. En ik merk ook dat dat toch echt is waar we allemaal in blijven hangen. Die van, hey, kom je hier vaker en is je vader een piraat? Want je bent schat, ja. Ja, die dingen. Maar ik zou willen dat een keer iemand met iets goeds komt. Dit is origineel. Iets origineels. Of ikzelf. Maar ik ja, zou niet weten. De laatste vraag alweer. Oeh. Welke artiest die nu in de top 40 staat, staat volgens jou nog over 30 jaar? Die je nu heel tof vindt, dat je denkt van over 30 jaar is die nog steeds, zeg maar... Nou, ik denk dan nu, want nu is het natuurlijk een extreme hype, dat hele Billie Eilish. Ja. Is natuurlijk nu zo extreem, maar ik vind haar dan ook wel, ze is zo... Ik ben niet fan van al haar nummers, maar ik vind haar wel extreem muzikaal en extreem vet als mens. En ook hoe zij op zo'n jonge leeftijd zichzelf al zo kan presenteren en presenteren in deze hele musicwereld. Dat ik denk, nou, ik denk dat zij op haar manier echt nog wel door blijft rollen. Nou, dat was hem al. Dat was het. Nou, dit was het vraagvuur. Verliefd op Ibiza komt op 31 maart en op 1 april in de Rijswijkse Schouwburg. Hou je kaartje via www.rijswijkseschouwburg.nl. Heel erg bedankt voor je tijd. Ja, jij bedankt. Tuurlijk. En dan zien we jullie in de Rijswijkse Schouwburg. Joe, tot dan. Doei.